Welkom bij ABFFTV met een programma van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Mijn naam is Jan Muijzer en naast mij mijn kopaan en initiatiefnemer van het Amsterdams Buurtfilmfestival, wat trouwens ieder jaar gehouden wordt in de OBA aan het Oosterdok. Filmgek Kiebrit Bekone, hallo. Hey Jan, hey. In dit programma gaan wij kennis maken met de filmmakers die afgelopen keer meegedaan hebben aan het filmfestival. Dat doen wij in aanloop naar het komende filmfestival in december. En Kiebrit, wie hebben we vandaag als gast in de uitzending? Weer Amsterdammer, uit Zuidoost, filmmaker, fotograaf en ook prijswinnaar van het ABFF 2021 met zijn film Hollendrukt, Heden en Verleden. En zijn naam is Fred Bender. Ja. Hallo Fred, welkom in de uitzending. Wij vragen trouwens... Iedere deelnemer aan dit programma of ze iets mee willen nemen waarmee ze iets kunnen laten zien over zichzelf of de buurt waar ze vandaan komen. Wat heb jij meegenomen? Ja, ik heb vandaag heb ik meegenomen mijn smartphone. Want ik ben fotograaf en voor kleine dingetjes maak ik altijd foto's en video's met mijn smartphone. Als ik over de straat loop, als ik wat zie. Maar vaak maak ik gebruik van mijn grote camera, maar dat is meer voor projectmatig. Maar dit heb ik altijd bij me, dus als fotograaf mis ik niet zoveel. Dat is een beetje geslepen om helemaal uit Zuidoost drie kwartier fietsen. Nee, inderdaad. En dat is te fragiel, zo'n grote camera in de tas. En dit gaat altijd. Mooi. Dus je gaat het zeker mooi met de nieuwe technologie, camera, maar je bent ook bekend als cameraman. Fotograaf eigenlijk. Ik ken jou bijna een jaar vanuit de ABFF, maar wil je kort over jezelf vertellen? Wie ben jij eigenlijk? Wie is Fred Bender? Oké, Fred Bender is geboren in Amsterdam en ik woon nu in Amsterdam Zuidoost. En daar zijn ook de meeste producties ontstaan. En wat voor beroep heb je altijd gehad? Ik heb een LTS-opleiding gehad en daarna ben ik terechtgekomen bij de PTT, het staatsbedrijf heette zo in de 60er jaren. En daar heb ik een bedrijfsopleiding gehad. En daar heb ik op een afdeling terecht gekomen. Of ik heb er in de loop der tijd meerdere gehad. En dat heb ik 40 dienstjaren mogen volmaken in de telecommunicatie. En wat voor gezin kom je dan vandaan? Je vader was hier ook technisch of zo? Ja, inderdaad. Mijn vader was ook technicus. Die heeft 43 jaar bij de IBM gewerkt als mechanicus. Sorteermachines, ponsmachines, die tijd. Hij was dus mechanicus. Maar bepaalde wetmatigheden in de mechanica, die gelden ook in de elektronica, in de telecommunicatie. En het is zeer handig dat je begrip hebt hoe iets in elkaar steekt. En, inzicht in de techniek, zeg maar. Inzicht in de techniek. En niet iedere collega had snel door dat je bepaald iets niet of wel moest doen. Wat ik dus wel door had. Dus ik was bevooroordeeld. Je hebt het niet van een vreemde. Ik heb het niet van een vreemde en ben ik heel erg blij mee met de talenten die mijn vader mij heeft doorgegeven. Mooi is dat, mooi, mooi. Jij bent geboren, getogen in Amsterdam. Jij bent gewoon dus Amsterdammer. Wat is Amsterdam voor jou betekend? Dat is mijn geboorteplaats en mijn huidige woonplaats nog steeds. 40 jaar al? Nee. Ja, ik woon in mijn flat nu 40 jaar. Maar je bent geboren in Amsterdam bedoel ik. En, ja. En wat is wat de mooiste plek? Ik ken Amsterdam helemaal natuurlijk. Wat is de mooiste plek voor jou? Ik kom op het ogenblik het meeste in Amsterdam Zuidoost. Daar ben ik het meest in thuis. En andere momenten, als daar aanleiding is of ik heb bezoekers, dan neem ik die mee de stad in. En dan zoek ik iets uit wat mijn bezoek bijvoorbeeld interesse in heeft of wat ze graag willen zien. Wat een beetje bekend is, een beetje toeristische plekken, zeg maar. Inderdaad, als ze daarom vragen, dan laat ik zien waar ze behoefte aan hebben. Ja. Amsterdam, relatief groot stad, hè, met zo'n 1 miljoen inwoners, bijna. En dan ook 180 nationaliteiten. Als je maar helemaal inzoomt naar je eigen buurt, hoe beschrijf je je buurt? Voor mij is het een prettige woonwijk. Ik voel me daar thuis. Ik kan doen daar waar ik behoefte aan heb. Ik hoef niet speciaal de stad in, want het is merendeel is waar ik behoefte aan heb, is aanwezig in Amsterdam Zuidoost. Het is een nieuwbouwbuurt dan, hè? Ja,
Nieuwbouw van de afgelopen 40 jaar kan je zeggen, dat is een nieuwbouw, ja. 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 En hoe woon jij daar? Ik ben eerste bewoner in mijn flat. Sinds 1982 woon ik daar. Ik ben eerste bewoner. In je eentje? In mijn eentje. En ik heb een latrelatie en mijn vriendin is woonachtig in Holendrecht. En dat is ook de oorzaak dat er heel veel van mijn producties ook in Holendrecht plaatsvinden. Ja. En die staan allemaal op mijn blog. buurtfotograafblogspot.com. Daar staat alles vermeld. Dus jij bent wel bekend als buurtfotograaf, maar je hebt wel vorig jaar film gemaakt. Vertel ons kort over je film. Ja, dat klopt. Ik heb een workshop videomaken heb ik gevolgd in de OBA. En daar heb ik gebruik gemaakt van bij mij bestaand archiefmateriaal, waar ik alleen twee videostukken nieuw heb opgenomen als toelichting en ondersteuning voor de beelden van de foto's. Ja, want jij maakt foto's van het verleden en van het heden om die ontwikkeling van de buurt te laten zien, zeg maar. Dat is mijn bedoeling. Foto's zijn kort en die kan ik achter elkaar schakelen en dat is een techniek van werken op dat moment. Ja. Nou, we zijn benieuwd hoe die film eruit ziet. Ja, toch, gaan kijken. We gaan kijken. Ja, we gaan kijken. Ik ben fotograaf en mijn naam is Fred Bender. Ik woon al sinds 40 jaar in de wijk Amsterdam Zuidoost. Ik noem mijzelf buurtfotograaf. En dat doe ik helemaal op persoonlijke titel zonder winstoogmerk. En ik maak fotoseries voor vele culturele verenigingen. En dat doe ik met veel plezier en dat doe ik al heel erg lang. En alle resultaten daarvan zet ik op mijn blog. Iedereen mag het vrij kijken. Ik hoef er niets voor te hebben. Sinds 2019 werk ik als vrijwilliger bij de culturele erfgoedinstelling Imagine IC. Ik ben daar vrijwilliger en ik help daar een paar andere vrijwilligers om archiefmateriaal te documenteren. En het gaat over 50 jaar Bijlmermeer. En daar houd ik mee bezig, want het is heel belangrijk dat het materiaal bewaard blijft. Ik woon ongeveer een jaar of 40 in Amsterdam Zuidoost. En sinds een jaar of 20 maak ik met mijn fototoestellen vele reisjes door het stadsdeel en ik fotografeer vele gebouwen. Dat is heel belangrijk, want dit is cultureel erfgoed. Als dat niet gedaan wordt, dan weet men later niet wat voor gebouwen er voorheen op een bepaalde plaats gestaan hebben. Ik sta op het ogenblik in de wijk Holendrecht en wel Holendrecht West, vlakbij het winkelcentrum. De reden dat ik hier sta is dat mijn vriendin hier in Holendrecht woont. Ik fotografeer in Holendrecht vele zaken die mijn interesse hebben. Onder andere het revitaliseren van het winkelcentrum. Op die manier heb ik vele fotoseries gemaakt die te maken hebben met deze buurt. En de reden dat ik hier sta is dat we hier een winkelcentrum hebben dat wat verpauperd was en de veiligheid was ook niet in orde. Daarvoor is besloten een aantal panden van het winkelcentrum te slopen en nieuwbouw te voorzien. En om wat meer kopers te trekken, werd er beslist om hier een publiekstrekker neer te zetten in de vorm van een actionwinkel en een kruidvat. Daarvoor moesten er 3 panden in Holendrecht West gesloopt worden. Van deze actie van het slopen en het opbouwen van de actionwinkel, daar heb ik in mijn fotoarchief vele beelden.
die ik wil laten zien. Oké, dit apparaat dat werkt niet helemaal lekker. Ik denk dat ik het maar met de hand ga doen. En ik laat u een stukje zien van het Holendrecht zoals het nu geworden is. Kijk, ik laat nu zien hoe het nieuwe Holendrecht eruit ziet. Daar hebben we de winkel Action. Op deze plaats heeft voorheen een Chinees restaurant gestaan. En het restaurant dat heeft men gesloopt voor het maken van de actionwinkel. En de reden dat men een actionwinkel hier wilde hebben is dat het veel publiek trekt. En dat is achteraf toch uitgekomen. En hier rechts, daar zie je de Volmar-winkel. Dat is een supermarkt. En die is ook heel mooi gemaakt. En van al deze werkzaamheden heb ik een zeer uitgebreid fotoarchief. En het fotoarchief dat staat op mijn website en dat heet buurtfotograaf.blogspot.com. Daar staan vele mooie foto's, die wilt u niet missen. En dit was dan de nieuwe Holendrecht. En 8 jaar geleden zijn deze werkzaamheden uitgevoerd. En na afloop van de werkzaamheden kwam de burgemeester van Amsterdam het winkelcentrum openen. En alle Holendrechters zijn erg blij met het nieuw gerevitaliseerde winkelcentrum. Mooi Wes, mooi film gemaakt. Ja, hoe kom jij met het idee om dit film te maken? Het idee was ontstaan in 2021. Na afloop van de workshop video wilde ik speciaal een inzending hebben voor het Amsterdam Buurtfilm Festival. Daar heb ik gebruik gemaakt van mijn bestaand fotomateriaal. En daar heb ik met behulp van een co-cameraman heb ik dus twee nieuwe stukjes video geproduceerd als uitleg van de foto's die vertoond werden. En die foto's, dat is van hoe het er vroeger uitzag en hoe het er nu uitzag. Inderdaad. Maar dat heb je gemaakt als fotograaf. En hoe is het dan om als filmer in één keer te werken? En wat voor werkwijze heb je daarbij gebruikt? Ik heb die foto's die heb ik als een lint aan elkaar gekoppeld. Daar is naderhand wat extra geluidstechnieken en geluid aan beeldwisselingen toegevoegd. En daar is een stuk video voor en een stukje video achter gekomen. En dat is gewoon nieuwe techniek. Je bent nooit te oud om iets te leren. Ja. Ja. Dat is dus ook een beetje de uitdaging geweest voor jou, toch? De moeilijkste. Natuurlijk, je moet. Want je bent fotograaf, stilfoto. Maar dit is meer bewegende film. Ja, dit was bewegende film. En voor op andere momenten maak ik ook gecombineerd video en foto. Maar dat werk is nog niet bij het Buurtfilmfestival te zien geweest. Dat komt misschien ooit een andere keer. Ja, wat was dan het moeilijkste? Zo op straat filmen, heb je dat al eerder zo gedaan? Of denk je van het ligt een beetje in het verlengde van fotograferen? Ja, gewoon niks van de mensen aantrekken. Gewoon gaan staan en gewoon rustig je ding doen. En ik heb geen negatieve
commentaar gekregen. Niemand heeft het waarschijnlijk gezien dat ik daar gestaan heb. Gewoon doen. En glimlachen. Ben je ook tevreden met het resultaat? Ik ben heel tevreden met het resultaat. En zeker dat de jury diezelfde mening toegedaan was. Zij zijn buitenstaanders en als die dat van waarde vinden, dan moet ik dat gewoon met dank aanvaarden dat het zo beoordeeld wordt. Had je het wel verwacht dat je de prijs zou winnen? Nee, totaal niet. Het belangrijkste was dat ik wat verantwoord had om in te zenden. Ik denk dat is toch de moeite waard voor de medemens om dat toch te zien. Ja, meer hoefde niet, alleen de jury besliste anders. Maar Fred, je hebt het wel misschien hier en daar gezegd, maar als ik jou heel direct en kort wil vragen, wat wil je aan de kijkers geven met je film? Ik wil vastleggen het heden en het verleden. Niet iedereen interesseert dat, maar toch is het ook belangrijk dat hoe het vroeger geweest is, dat het toch bekend blijft hoe het was. Een beetje geschiedenis bewaren. Het is geschiedenis. Ik ben cultureel erfgoedbeheerder bij IMACIC en dat is mijn taak. En ik kan mijn taak op die manier hier vervullen door het verleden vast te leggen. En wat is dan het IMACIC? Dat is een cultureel erfgoedstichting die houdt zich met het heden en verleden bezig. En dat zijn daar een hbo of universitair geschoolde mensen die daar op het vakgebied daar gestudeerd hebben. En daar doe ik bepaalde ondersteunende werkzaamheden die in mijn mogelijkheden behoren. Hebben zij jouw film ook gezien? Jazeker. Wat waren hun reacties? Wat zijn ik heb algemene het in ieder reacties? Geval aangeboden of ze het uitgebreid gezien hebben. Volgens mij hebben ze dat, jawel, want ze hebben zelfs toestemming moeten geven om op locatie te mogen filmen. Dus de co-conservator, die heeft in ieder geval die film gezien. Anders hadden we geen toestemming gekregen om daar te mogen filmen. En? Wat vond hij ervan? Die vond dat heel leuk, ja. En IMACIN IC, die komt ook daardoor een beetje in een positief daglicht. Dat wat we allemaal in de organisatie daar doen. En we hebben ook jouw film tijdens de ABFF On Tour vertoond weer, hè, voor de tweede keer in de bioscoop. Ja. Jan vroegde jou, hoe was het de reactie van de mensen? Mijn film is namelijk niet in de OBA op het scherm getoond. Alleen de jury had mijn inzending gezien. En dat was, ondanks dat heb ik toch een goede waardering gekregen. De mensen in de zaal hebben helaas mijn film niet gezien. Maar dat wil toch wat zeggen dat de jury nog zo'n waardering geeft. Na de hand heeft op de website van het Buurtfilmfestival wel gestaan natuurlijk. En daar ben ik erg blij mee. Ja. Hebben we misschien wat compromis nodig dat je misschien in de toekomst nog een andere film gaat maken? Ben je van een idee, van plan? Ik ben het van plan, maar ik moet wel een goed onderwerp hebben dat minimaal dezelfde kwaliteit heeft als deze film. En dat geeft tijd, er moet iets opborrelen, dat ik daar vertrouwen heb dat het ook presenteerbaar is. En een mooi script erover maken. En een mooi script maken. En als dat script rammelt, dan sla ik liever een jaartje over dan iets vlotter werk levert, want daar voel ik me als filmer, nee, dat is mijn eer te na. Ja. Okay. Je hebt een prijs gewonnen, mooi trofee. Je hebt ook een geldopsom gekregen van de prijs, €300. Die heb je terug naar het ABFF gestopt. Ja, inderdaad. De organisatie heeft genoeg onkosten en probeert sponsors te krijgen. Ik ben een sponsor van het ABBF en laat het zo. Ik heb een heel mooi certificaat gekregen en dat is het belangrijkste. Belangrijker dan het geld? Is belangrijker dan het geld, want je moet maar proberen een prijs te winnen. En dat valt heel niet mee. Je moet echt wat voor doen. Wil de jury de goedkeuring geven, dat is het belangrijkste. Nou kijk eens, is dat mooi of is dat mooi? Ik vind het een hele mooie gedachte. Prachtig. En ik vond het ook heel erg prettig om kennis met jou te maken.
We hebben kennis gemaakt met Fred Bender. Hij maakte de film Holen Drecht, Heden en Verleden. Fred, hartelijk bedankt voor je uitleg en je komst naar de studio. Kieprit, jij ook bedankt voor je komst naar de studio. Mooi. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende uitzending van ABFF TV.